Beste belangstellenden, goede avond. Wees hartelijk welkom bij de tweede aflevering van een drieluik aan podcasts over de Qataren. De titel volgt de voetstappen van de Qataren. Met wie krijgt u te doen vanavond? Dat is allereerst onze host Jolanda Eikema, die niet in beeld zal zijn, maar wel nadrukkelijk een rol speelt bij het beantwoorden van de vragen. Wel in beeld zal zijn Mirjam Duivenvoorde, die hier tussen twee mannen ziet geflankeerd worden. En de rechtse man van haar uit en voor u links is Peter Huis. En mijzelf zit op die andere plaats. En dat is mijn naam, is Dick van Niekerk. Peter en Mirjam zijn de auteurs van het boek Plaatsen waar de geest waait. Dat dienst doet als een stille leidraad voor deze cursus. En persoonlijk heb ik dan ook nog mee mogen schrijven aan een cursus die momenteel op 15 plaatsen in het land wordt gegeven over hetzelfde onderwerp. Wij drieën zullen ons best doen om de vragen die op ons afkomen passend te beantwoorden. Het geheel staat onder auspicie van de School van het Gouden Rozenkruis. Een hechte groep van mensen die elkaar stimuleren en steunen om een geestelijk pad te gaan. En daarbij veel herkenning vinden bij de Qataren. Die herkenning willen we graag breed delen, vandaar ook deze podcast. Even iets praktisch, schroom niet om uw vragen te stellen via de chat. Van harte welkom. Iedereen is anoniem aanwezig. Het webinar wordt opgenomen. U kunt dus nog eens op uw gemak terugkijken als dat gewenst is. Er volgt nu een korte video ter inleiding. En daarna zal Mirjam Duivenvoorde het onderwerp van vandaag, de rol van de vrouw in het Qatarisme, kort bij u inleiden. Beste luisterkijkers, ik wens u een vruchtbare avond. Hoewel de term Qatarisme pas in later eeuwen is ontstaan, geeft hij treffend weer wat deze beweging in de samenleving vertegenwoordigde. De beleving van het christendom vanuit de oorspronkelijke uitgangspunten van reinheid, in het Grieks kataros, eenvoud, zuivere levenswandel en dienstbaarheid aan God en medemens. In alle mystieke stromingen wordt de ziel als vrouwelijk voorgesteld, als de geliefde, de beminde. De ziel is in eerste instantie een ontvankelijk principe. Vanuit deze gedachte kan de hoofse liefde ten tijde van de Qataren worden gezien als een metafoor die het diepe verlangen vertolkt om dat ongrijpbare iets in onszelf dat wij de ziel noemen waardig te mogen zijn. God is liefde. Met deze drie woorden is in het kort het wezen van het Qatarse christendom samengevat. En deze liefde kan werkzaam zijn in iedere gevoelige mensenziel. Liefde is het uitgangspunt van het mens zijn. Liefde doet alles groeien, ook de menselijke ziel, in het proces van eenwording met de geest.
In de 12e en 13e eeuw ontwikkelde zich in grote delen van West-Europa het katharisme, een spirituele beweging die zijn wortels had in het oerchristendom en in de traditie van de gnosis. Het kende zijn grootste bloei in Occitanië, in heel dat zuidelijke deel van Frankrijk, maar ook in Catalonië, aan het zuiden van de Pyreneeën, Lombardije, van waar het uitwaaierde naar het noorden. Occitanië was een gebied dat van oudsher zijn onafhankelijkheid had weten te bewaren van enerzijds de noordelijke overheersers, of ook wel Parijs, en aan de andere kant van het centrale kerkelijke gezag en haar dogma's, ofwel Rome. Door de ligging aan het uiterste westen van de Middellandse Zee, eigenlijk op het kruispunt van continenten, was er een enorme uitwisseling in dat gebied van culturen, van kennis, van wijsheid. En daardoor was er ook een hele open en tolerante samenlevingsvorm die conviventia werd genoemd. De kunst van het samenleven tussen christenen, tussen joden, de Arabische bevolking, alles wat daar in dat gebied samenkwam. En die geest van openheid en gelijkwaardigheid betrof niet alleen die verschillende culturen, maar ook heel bijzonder in die tijd de positie van de vrouw binnen de samenleving. Er ontstond meer en meer een vorm van beschaving die wij wel kennen als de hoofse cultuur, of in het Frans de amour courtois, of in het Occitaans de finamour, die we vooral kennen uit de literatuur en de poëzie van de troubadours van die tijd. Die troubadours waren vaak verbonden aan een adellijk hof en ze trokken ook vaak van het ene naar het andere hof. En hadden zo een sterk verbindende rol. Je kunt ze eigenlijk zien als de gezanten en ambassadeurs van die tijd, die vaak in een verhulde vorm allerlei boodschappen overdroegen. En in het bijzonder ook de meer geestelijke waarde van de minnen. De liefde waarvan de hoogste vorm is die, hè, van de ziel en de geest, de verbinding daartussen. En het is ook heel aannemelijk dat de troubadours in die tijd op de hoven waar zij kwamen ook de ideeën, het Cathaarse gedachtegoed als het ware invlochten in hun verhalen. En ook daarmee de verschillende niveaus van Cathaarse volmaking uitdroegen. Het Catharisme wordt ook wel de kerk van liefde genoemd of Johanna. Naar Johannes die immers uitdroeg: heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. En ook die kerk van liefde kende een grote mate van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Een kerngedachte in hun leer is dat alle mensen, mannen en vrouwen, een hemelse oorsprong hebben. Dus man en vrouw konden de weg gaan van gelovige tot puur, reine of gereinigde mens, en vervolgens tot parfait of parfaite, de staat van volmaaktheid van de geestmens. Ook de Cathaarse vrouwen konden evenals de mannelijke parfaits, de diakenen, eigenlijk alle priesterlijke handelingen verrichten en er was in feite geen dienst of geen gebed dat niet door hen kon worden uitgesproken. En ze speelden dan ook een hele grote rol in de verspreiding van de ideeën over bijvoorbeeld de volmaakbaarheid. En ze spreiden de eeuwige waarheid van de liefde. Dat Catharisme beperkte zich niet tot een elite in de samenleving. Je kunt echt zeggen dat het een brede aanhang kende in alle lagen van de bevolking. Wel kon het zich heel vrij, ongekend vrij ontwikkelen, omdat veel adellijke families zich heel sterk aangetrokken voelden tot het Cathaarse gedachtegoed en als het ware een beschermende mantel om die Cathaarse groepering heen trokken.
waardoor dat ook tot een hoge spirituele groei kon komen. Want ze vonden ook in dat katharisme dezelfde waarden die we ook vinden in de Finamor, zoals de innerlijke vrijheid, autonomie, zelfverantwoording, ook zelfovergave en toewijding aan een gesteld doel en natuurlijk de liefde of naaste liefde. Anders dan de gelovigen binnen de kerken kenden de Katharen niet kerkgebouwen. Ze kwamen samen op plaatsen in de openbare ruimte, maar vooral ook heel vaak in zogenaamde domus of gemeenschapshuizen of in de huizen van gelovigen waar dan de reizende bonzon of bonfam, die in wezen van gebied naar gebied trokken, hun boodschap van liefde en wijsheid konden overdragen. Die huizen waren in principe het leefdomein van de vrouw, van oudsher de zorg voor het gezin, voor de samenhang van het hele sociale gebeuren. En die huizen die werden eigenlijk als vanzelf verbindingspunten in een heel fijnmazig weefsel, waar diensten en bijeenkomsten werden gehouden door al die Kathaarse broeders en zusters, maar waar ook onderwijs werd gegeven en waar zieken werden verzorgd. En het is eigenlijk heel interessant om te zien dat dus dat die hoofdse cultuur en het katharisme niet twee heel verschillende denkwerelden waren in eenzelfde tijdsbeeld. Vaak waren dezelfde mensen verbonden met die cultuur, maar waren ze ook aanhangers van het katharisme of hadden zelfs het consolamentum ontvangen. Het beeld van de geliefde of de ziel, het zuivere geestelijke beginsel, is als het ware een aanknopingspunt in onszelf, van waaruit de weg van zuivering kan beginnen die de lichtvonk die in ieder mens verborgen is, bevrijd kan worden van alles wat haar belemmert en gevangen houdt. En je zou kunnen zeggen dat de fin amor, die bevrijding of die toewijding aan dat hogere vertolkte in de liefde voor een vrouw, ook het waardig zijn om die liefde, die in zekere zin volkomen onpersoonlijk was, zich ook niet speciaal uitdrukte in een directe relatie, maar die werkelijk de vrouw betrof in haar ontvankelijkheid. Ja, in datgene wat zij als zielenwaarde vertegenwoordigde. Dus dat waardig zijn van de finamor van die geliefde, dat zien we bij het katharisme terug in de liefde van de Heilige Geest, van de parakleet. Die parakleet die van oudsher ook wordt gezien als vrouwelijk, als de Sophia met haar helende en troostende en verzachtende kwaliteiten. Dus dat uitgaan van de geest en van dat innerlijke beginsel in de mens, uitgaan eigenlijk van het hoogste in een mens, in volkomen overgave en toewijding. Dat was waar het in beide om ging. En wat heel belangrijk is, die geestelijke kern die zij ervaarden, dus zowel de Katharen als ook de troubadours en de edelen van die tijd. Zij zagen dat niet als een verbinding met het Allerhoogste, met God, maar ze plaatsten dat ook midden in de verhouding tussen de medemensen. Ze zagen het echt als de basis van alle medemenselijkheid, van broeder- en zusterschap tussen mensen zonder onderscheid in sekse, afkomst en cultuur. Dus eigenlijk zie je zo op allerlei vlak het belang van het vrouwelijke, wat toch vooral die zielenaspecten zijn,
Die leiding die sturend en inspirerend waren in de cultuur van die tijd. En dat is iets wat wij hopen, hè, dat wij dat ook eigenlijk in onze tijd op diezelfde manier ook zo herkennen en kunnen beleven. Uitdragen, ja. En misschien. Het is ook mooi dat ze, dat een van de gebruiken in de Qatarse samenleving was het melioramentum, weet je wel. Ja. Hè? Dat dus de begroeting die alle mensen hadden voor de bonsom en de bonfam. Maar waarin zij dus als het ware dat heilige geestprincipe, die parakleet waar jij het over had, begroeten in die mens. Hè? En daarmee te kennen gaan van, hey, dat herken ik, dat wil ik. Dat wil ik eren, dat wil ik ook volgen of in mijn leven een plaats geven. Dat is wel. Dat is wel iets bijzonders eigenlijk, ja. En Mirjam, jij vertelt, hè, dat die hoofdse liefde eigenlijk een soort metafoor is voor de ziel, hè, voor de liefde tot de parakleet. Denk je dat dat in die tijd ook echt zo werd beleefd? Of is dat de symboliek achter de dingen? Ja, ik denk dat het wel degelijk in die tijd zo werd beleefd. En dat je het eigenlijk kan zien als een ander niveau ook van overdracht. Natuurlijk was het zo in die hoofdse cultuur. En je had de verhalen en de vertellingen op allerlei niveau, maar als we kijken naar wat ook is overgeleverd uit die tijd, zien we dat eigenlijk achter alle verhalen en vertellen drijft eigenlijk steeds dat streven naar die hogere waarde, naar iets wat eigenlijk ieder mens in zichzelf moet vinden. Een weg die natuurlijk ook heel duidelijk in heel veel van die verhalen, die riddervertellingen, wordt beschreven met alle beproevingen van dien en alle hoogte- en dieptepunten. Maar echt dat zoeken naar een hoogste perspectief. Wat natuurlijk binnen het katharisme heel direct werd benoemd en beleefd. Waarin de mensen ook een weg konden gaan, van stap tot stap begeleid werden. Maar wat in een veel bredere kring kon worden uitgedragen, want ook de kracht van verhalen, van poëzie, zonder dat je de dingen benoemt die daarachter staan, raakt eigenlijk het hart van de toehoorders en weegt als het ware dat begrip. En wat ook van belang is te beseffen natuurlijk dat die hoofdse liefde nooit een voleinding vond. Die bleef altijd maar een blijvend verlangen, waardoor je vanzelf een beroep deed op de ziel om verder te ontwikkelen, verder te groeien. Hè? Ja, je moet ook zien dat er ook in die Qatarse gemeenschap, die trouwens helemaal door elkaar leefde met de gewone Roomse bevolking toen dat tijd, zeker in de 10e, 11e eeuw, was eigenlijk het onderscheid was maar heel gering. Maar dat die natuurlijk uit drie lagen bestond. Je hebt dus die puur spirituele laag van de Qatarse beleiders, die echt de bonhoms en de bonfam van werden. Ja, je hebt dat hoofdse leven, hè, aan het hof, waaruit natuurlijk veel van hun zonen en dochters die Qatar werden voortkwamen. Maar aan die hoven wilde men ook een zeker vertier, een zeker cultureel uitwisseling hebben. Hè? En daar zie je dus die zangen in de volkstaal ontstaan van die troubadours, die als weer iets moois hadden, daarmee weer verder trok. Als een soort, het zijn geen cabaretiers in die zin, maar wel dat ze dus zeg maar rondtrokken langs de hoven om hun boodschap van hoe zij dat verlangen ervoeren. Ja, harmonie, hè? Verlangen en liefde. Harmonie, verlangen en liefde. Ja, precies. Hoe ze dat ervoeren en hoe ze dat als het ware projecteerden op de hoofddame van een kasteel of van een burg. Ja. En dat waren jaarlijks rondtrekkende
festivals die in die verschillende burgers plaatsen. Ook die Cour d'Amour. In die Cour d'Amour, ja zeker. Ja. Heel belangrijk. Dus aan de ene kant ook natuurlijk die ridderspelen die zich daar afspeelden. Maar ook die literatuurwedstrijden, die poëziewedstrijden die daar gehouden werden. Super boeiend. En als je je verplaatst in die middeleeuwse geest, is het natuurlijk heerlijk om te zien die kleuren, die geluiden, dat enorme levendig. Hè. Ze waren de Kataarse gemeenschap, de Kataarse mensen, die werd gekenmerkt door dat gevoel van vrijheid. Hè. Geestelijke vrijheid, maar ook culturele vrijheid en de vrijheid van geen herder, geen boer was horig. Ja, was wel horig, maar niet, kon zijn leven inrichten zoals hij wilde. Hij mocht ook katholiek worden als hij dat wilde. Het was geen probleem. Andersom was het wel een probleem. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, want nou gaat dit webinar over de rol van de vrouw. En er is ook een vraag in hoeverre Maria en Maria Magdalena binnen het Kataarse geloof een bepaalde positie, een bepaalde rol hadden. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Dan kijken wij allebei heel hard naar Dick. Wel, vrouw Maria die heeft eigenlijk een vrij beperkte rol bij de Kataren. Mirjam heeft zojuist ook wel het vrouwelijke en de Sophia-functie uitgelegd. En zeg maar, als je kijkt naar de Bijbelse Maria, dan is het eigenlijk alleen, komt ze voor als degene door wiens oor Jezus ter wereld is gekomen, om aan te geven dat een puur geestelijke gebeurtenis is geweest. En ja, en Maria Magdalena, ja, daar kunnen we natuurlijk een heleboel over vertellen. Maar zuiver, ze wordt veel in verband gebracht met het katharisme, maar zuiver in de Katharische leer wordt ze niet vaak genoemd. Nee. Maar ze wordt wel In de folklore en in de literatuur en in de tijd heel erg daarmee in verband gebracht. Ja. Maar laten we het zuiver bij de Kataren houden. Dan moeten we zeggen, die rol bij Maria was dus vrij beperkt. Ja, maar ik denk dat beeld van de Sophia in wezen via die gnostieke lijn, als het ware, misschien niet uitgesproken bekend was, in die zin dat wij het kennen dat het op die manier direct in de Kataarse teksten, waar er natuurlijk ook maar een paar van zijn overgeleverd, naar voren komt. Maar eigenlijk in het hele denken van het katharisme weten we dat zij heel sterk gevoed zijn uit eigenlijk die vroege gnostieke evangeliën. Ja. En dat beeld bij hun zou je veel meer kunnen spreken over het beeld van de goddelijke drie-eenheid. Van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Waarbij de Heilige Geest eigenlijk het vrouwelijke principe van de Godheid vertegenwoordigde. Als je zou kunnen zeggen dat God als het ware het al in zichzelf besloten houdt, kun je zeggen dat de geest, de vrouwelijke godheid, het vermogen heeft om die totale volheid te openbaren. En daarom is dat vrouwelijke aspect heel sterk aanwezig in de vorm van de wijsheid. Want in die wijsheid wordt het openbaar. En natuurlijk in de vorm van de kerk ook. Hè? Van hun kerk, de kerk van de liefde. Ja. Dat was eigenlijk het vrouwelijke waarin die puur geestelijke Kataren, geestelijk strevende Kataren, zich op richten en hun liefde aangaven. En dat vind je wel terug in die, vooral in die liederen in de tijd van die ergste vervolgingen. Ja. Dan wordt echt met smart in het hart eigenlijk geweend over het lot van de kerk. De Joanna. Hè, die begraven ligt in een grot. Kerk, om Maria terug te voeren ook nog even, de kerk werd ook Maria genoemd, hè? Waar je jezelf kon zuiveren natuurlijk. Daarom werd het wel eens genoemd. Ja. Ja.
Je sprak, Mirjam, ook over dat er voor vrouwen eigenlijk dezelfde inwijdingsmogelijkheden en werkmogelijkheden waren als voor mannen. Was de inwijdingsweg voor vrouwen ook dezelfde als die voor mannen in die tijd? Ja, die is absoluut hetzelfde geweest, maar de manier waarop die plaatsvond, die zal anders zijn geweest. Want de vrouw had natuurlijk heel sterk die positie in het gezinsgebeuren. Die kon zich ook niet zomaar daaraan onttrekken. Het is duidelijk dat zeg maar voor de mannelijke gelovigen die weg wilden gaan, dat er ook veel meer mogelijkheden waren om in een langere periode van afzondering eigenlijk die inwijdingsweg van fase tot fase te gaan. En die werd voor de vrouwen veel meer onderwezen en beleden binnen die gemeenschappen waar wij het net over hadden. In die vrouwengemeenschappen waar zeer regelmatig bijeenkomsten werden gehouden, waarbij eigenlijk de centrale ideeën van het katharisme werden besproken, zeker, uitgedragen. Hè, waarin ook het consolamentum werd verleend. Hè, waardoor mensen in die gemeenschap opgenomen konden worden. Dus het was in principe dezelfde weg met volkomen dezelfde waarden. Maar in eigen ruimtes en omstandigheden. Er is ook een vraag of het alleen over getrouwde vrouwen ging. Of dat het ook getrouwde vrouwen en alleenstaande vrouwen betreft. Allebei. Ja, dat wordt heel duidelijk overgeleverd. Dat blijkt ook uit alle inquisitieverhalen die zijn opgetekend in de tijd van de vervolgingen van de Katharen. Dat was niet in die zin beperkt tot de een of de andere groep. Hey. Wat je wel zag was dat vrouwen leefden vaak langer dan de mannen. En daardoor konden ze een langer en dan kregen ze vanzelf een wat senioren positie in die gemeenschap. Omdat die mannen die sneuvelden en je hebt in die verslagen zie je dat vrouwen 55 tot 65 worden, maar de mannen tussen 45 en 50 toch wel vrij aardig aan het sneven zijn. Dus gelukkig is dat tegenwoordig omgedraaid. Oh nee, dat is nog steeds zo. Hè? Nee. Ja. Er is ook een vraag of jullie wat meer kunnen vertellen over het symbool van het pentagram. Dat speelt ook een rol bij de inwijding van de Katharen. En er is iemand die vraagt of dat ook bij het vrouwelijke hoort. Ja, kijk, het is het symbool van een herrezen, bewust geworden ziel. Een vijfvoudig principe. Wat wees op het te boven komen van al de normale aardse beperkingen die meester zijn en een bewustzijn van de ziel door de mens heen straalde. En dat is het symbool van dat pentagram, dat gold voor mannen en vrouwen hetzelfde. En ik weet niet of ook een speciaal pentagram gedoeld wordt, maar dat principe, is menselijk. En voor iedere mens die weggaat, geldt de volgende stap, is het pentagram. Misschien mag er iets op aanvullen, niet om het ingewikkelder te maken, maar zeg maar de broers van de Katharen, dat zijn de Bogomielen, die hadden het pentagram nadrukkelijker in hun programma, zeg maar. Want die gebruikten het ook als herkenningsteken. He, dus zij die een pentagram droegen, dus een speldje of wat dan ook, dat waren zeg maar geestverwanten van de ziel. En in sommige tijden werd ook wel op huizen pentagrammen geschilderd ter afwering van zeg maar voor die tijd boze geesten. Mm-hmm. Dus ze is wel degelijk een functie, maar bij de Katharen is dat anders uitgepakt. Ja.
Maar het is dus niet een specifiek vrouwelijk symbool? Nee, nee. God voor allebei. Dus ook iemand die vraagt of ook vrouwen die getrouwd waren en kinderen hadden, of die ook een bonne femme konden worden? Ja, zeker. Het is zelfs zo dat... het is ook een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk Esclarmonde de Foix, die heel bekend is in die Qatarse gemeenschap en in feite ook op een gegeven moment echt een centrale rol innam in dat, als ze zeggen, als archidiaconesse in eigenlijk de top van die, van de geestelijke leiding van die periode. En zij is iemand die, zij is getrouwd geweest, zij heeft een huwelijk gehad, kinderen gekregen. En op het moment dat haar man overleed, dus zij in wezen alles had gedaan, hè, wat ook in haar positie van haar, in dat leven passend was, zou je kunnen zeggen. Al vele jaren was zij verbonden met die Qatarse gemeenschap, maar toen heeft ze zich ook als het ware... van haar bezittingen in directe zin afstand genomen. En toen heeft zij volkomen gekozen om zich puur aan die geestelijke weg te wijden binnen ook die gemeenschap. En zo zijn er allerlei voorbeelden bekend. In feite was dat ook heel mooi, omdat daardoor ook die verbinding werd gelegd. Het ging niet alleen om mensen die een zuiver geestelijke weg gingen en ook als het ware buiten de realiteit van het leven stonden. Nee. Ja. Zij konden ook daardoor die verbinding vormen tussen het leven van alle dag. Want overal waar je komt en mensen ook eigenlijk vertelden over dat die zuiver christelijke waarde die het katharisme uitdroeg. Ja, dan had je te maken met, ook met mensen die midden in dat leven stonden. En op die manier was er een hele natuurlijke brug. Ja, inderdaad. Ja, het mooie was dat zij dus over alle dingen geestelijk konden spreken. Ja. Dat was werkelijk heel bijzonder. Dus alles tilde ze als het ware in een ander licht. De gewone dingen. Ja. Dat is onderzoom bekend. Hè? Ja, en we hebben dat de vorige keer ook aangestipt. Ook de bekende Bijbelse verhalen. Verhalen ook, trokken ze allemaal in een ander licht. Hè? Dat noemen we, dat is heel uniek bij hun, hè? Het zogenaamde allegorisch lezen. Letterlijk betekent dat anders lezen, een hele nieuwe betekenis achter de letterlijke zoeken. Mm-hmm. En denk je dat het mogelijk is, kunnen wij ook nog Qatar worden? Kan de mens van nu een Qatar zijn? Wat een leuke vraag. Ik denk van wel. Ik denk van wel. Kijk, het... In wezen, het klinkt misschien wat zwaar, maar in wezen is het Qatarse pad is een hele optimistische bevrijdingsweg. De mens wordt voorgehouden en voorgeleefd dat hij zich los kan maken uit deze wereld van de stof. En dat hij zich kan bevrijden en in verbinding kan gaan staan met een heel nieuw, eeuwig blijvend levensveld. En wel, er is niets in de huidige tijd wat de mens weerhoudt om keuzes in die richting te maken. Het is wel heel gemakkelijk gezegd natuurlijk, want we hebben het over 800 jaar geleden. De situatie was heel anders, de astrale situatie was heel anders. De samenleving. De samenleving, die doet een heel ander beroep op iemand... die ook het geestelijke pad, zeg maar, exclusief gaat. Maar toch, het kan. Maar je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk kan geen enkele geestelijke weg of geen enkele zoektocht zonder dat aspect van reinheid, wat in het woord katharisme besloten ligt. En want het is ook goed, we hebben het misschien al gezegd, maar ten tijde van de Qataren bestond het woord katharisme nog helemaal niet. Zij beschouwden zichzelf... Als christenen. Goede christenen. Goede christenen. Ja. Maar de mensen zagen natuurlijk dat ze in hun hele levenswandel die zuiverheid van gerichtheid en van daadleven, dat zij die ook werkelijk vertegenwoordigden. En ze kregen dus eigenlijk als vanzelf die naam
Katharoi. En die op een gegeven moment eigenlijk ook zo typerend was, dat dat als het ware op het moment dat de kerk en zich tegen dat katharisme keerde, omdat het zo'n enorme uitwerking kreeg in de hele maatschappij, dat dat woord Kathar ook ketter werd. Maar niemand van ons kan iets beginnen als je niet dat principe van reinheid in jezelf vrijmaakt. Ja, mooi. Ja. Maar tegelijk moet je ook zien, denk ik, dat je in deze tijd van heel andere ontwikkelingsvraag staat. Hè? Ja. Je kan het eigenlijk bijna niet vergelijken. Je kunt niet meer zo gaan leven zoals toen. Dat zou wel innerlijk, hè, in je streven en in je verlangen naar zuiverheid. Maar de ontwikkelingsvraag nu is met dat je dus, terwijl die samenleving bijzonder gecompliceerd geworden is, je toch in staat bent je daarboven te verheffen. Ja. En met je geest, je mentale lichaam verbonden met je zielenlichaam. Ja. Op een hele zuivere manier naar de samenleving van nu kijkt. Hè? Ja. Zodat je twee dingen hebt. Dat zuivere wat bij het hart hoort. Ja. En de nieuwe reden, zeg maar. De hogere reden die door je heen kan spreken. Doordat je die intuïties en die inspiraties opvangt. Hè? Ja. Doordat je hart zuiver is, wordt dat mogelijk. En daarom zijn we niet toen geboren, maar zijn we nu geboren. Ja, hè, om er een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. Ja, maar je kunt natuurlijk wel zeggen, het is misschien te sterk een voorbeeld, maar de route die Peter hier beschrijft, je kunt gaan staan op de schouders van de Katharen. Ja, ja, en dan verder. Hun bevrijdingstocht en hun bevrijdingsdenken heeft een functie gehad. Ja. Je hebt die liefde nodig. Zonder die liefde zijn we niks. Ja, dat is toch zo, ja. Nee, en ik denk ook dat eigenlijk die aspecten in iedere tijd aanwezig zijn, maar dat in iedere tijd een ander aspect op de voorgrond treedt. Ja. Dat liefde aspect en die reinheid en ook die weg van inwijding als het ware nog heel sterk ook in de stilte. Dat was toen een heel belangrijke weg die inderdaad nu anders is. Maar datgene waar Peter het ook over heeft, dat het ook in de mens tot een weten, tot een bewustzijn komt en tot een heldere daad. Dat is natuurlijk ook toen niet anders geweest dan nu. Maar de wijze waarop wij daar nu uitdrukking aan geven, die is in de vorm weer anders, heeft andere accenten. En de manier waarop we er kennis van kunnen nemen is natuurlijk bijna het meest ingrijpend veranderd, hè, van die mogelijkheden. Ja. Hè, want bij de Katharen was het zo, de Parfait en de Bonhomme, het waren voorbeelden, die spraken aan. Als je die ontmoet had, dan veranderde er iets in je leven. Hè. Dat was het punt. En op het ogenblik kunnen wij via allerlei communicatiemedia ons op de hoogte stellen van de mogelijkheden van zo'n pad. En nog even terugkomend op die gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen binnen het katharisme. Er vraagt iemand of dat ook binnen de gemengde vrijmetselarij, of je dat als een parallel zou kunnen zien. En ik dacht misschien om datzelfde maar aan toe te voegen, kunnen jullie daar iets over zeggen hoe dat bij het Rozenkruis is? Mm-hmm. Ja, wij kunnen natuurlijk iets minder zeggen over de gemengde vrijmetselarij. Wel in het aanvoelen dat je je gewoon zeker voorstelt dat daar ook zo is. Maar ik denk dat wij beter kunnen spreken over hoe dat in de school van het Rozenkruis is en dat daar een absolute gelijkwaardigheid is voor datgene. Ja, eigenlijk, we zijn allemaal mensen. En ieder mens heeft in zichzelf dat onsterfelijke beginsel, wat het begin van iedere zoektocht naar levensvervulling. Maar in het Rozenkruis kan iedereen, elke Ja, er is geen enkel... Nee, er is geen restrictie.
Het gaat om het zielenleven, per slotverrekening. Ja. Maar ik begrijp de vraag, meen ik wel een beetje, omdat in de vrijmetselarij dit een discussie is op het ogenblik. Maar daar wil ik eigenlijk liever anderen over laten spreken. Ja, dan gaan we zo langzaam maar zeker naar een afronding toe. En misschien is het wel mooi om toch nog even terug te komen op dat vrouwelijke, het beleven van het vrouwelijke in die drie-eenheid. Oh ja. Hoe komt het dat dat in de kerk eigenlijk helemaal verdwenen is? En waarom was dat bij de Katharen wel heel duidelijk? Dat dat vrouwelijke daarin een rol speelde? Nou ja, om te beginnen is het al in welk concilie was het ook alweer, Dick? Masson? Ja, maar kom. Dat de kerk alvast de geest bij de mens schrapte. Die zeiden, de mens heeft geen geest, die heeft alleen een ziel en een lichaam. De vrouw, ja. En daarmee dus als het ware het splitsing veroorzaakte in het bekijken van hoe de mens in elkaar zit. En anders moet jij even verder gaan, Dick, want je brak mijn woord. Oh, sorry. Ik denk dat de positie van de vrouw, die is door de kerk in feite nooit serieus genomen sinds de primitieve christenen van 200, 300. Vooral eigenlijk sinds de kerkvaders, zou je kunnen zeggen. Ja, 200, 300. Hè. In die eerste eeuwen was dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat vrouwen en mannen hun eigen plaats innamen in die christengemeenschappen. Er was helemaal geen vraag over. Ook toen waren de taken als het ware verdeeld. Maar op het moment dat de kerk eigenlijk dat christendom als het ware ging organiseren en institutionaliseren. Ja. Toen kwamen er natuurlijk ook allemaal van die gewetensvragen. Ja. En ook als het ware een steeds meer letterlijke uitleg van wat die christelijke verhalen overdroegen. En ook het hele verhaal van de val. En de rol van Eva daarin, dat werd eigenlijk iets waardoor de kerk in wezen ervan uitging dat het de vrouw was. Hè, die eigenlijk... Terwijl in dat vroege christendom, maar ook in die hele gnostieke traditie, eigenlijk heel duidelijk werd uitgedragen dat Eva in wezen als degene die naast Adam stond, eigenlijk door eigenlijk die appel aan te nemen, aan te reiken, die door de slang werd aangereikt. En die slang dan niet als symbool van het kwade of van de verleiding, maar de slang als symbool van wijsheid, van werkelijke kennis. De slang die als het ware altijd opnieuw uit zijn huid breekt, die ons tot steeds dieper inzicht en wijsheid voert, die nam zij aan en zij wekte, wordt daarmee gezegd, ook Adam als het ware uit zijn onwetendheid, uit de slaap waarin hij verzonken was. En dus je zou kunnen zeggen, ook daarin vertegenwoordigde zij dat aspect van de wijsheid waarin zij elkaar volkomen aanvullen en een weg tot bewustwording in eenheid gaan. En het is een Bijbels verhaal, maar het beeld is helemaal Egyptisch. Het komt helemaal uit de Egyptische wijsheid. Ja. Die slang die de wijsheid aanreikt. Ja. Ja. En die ook alle tempels beschermt. Ja, ja. Ja. In Egypte, ja. Dus hopelijk hebben we daarmee voldoende de vraag ook beantwoord. Ik weet niet of er nog een andere gedachte of verwachting was. Nou, dat moeten we dan misschien aan degene vragen of die daar nog iets meer over wil weten. Maar ik vind dat jullie dat heel mooi verwoord hebben.
Er is nog wel een hele andere mooie vraag. En dat is misschien mooi als laatste vraag. Dat komt even terug op hoe je, of wij nu ook nog een Qatar kunnen worden. De vraag die iemand, kun je heel praktisch aangeven hoe die weg van de Qatarse liefde kan worden bewandeld? Ja, dat is de allerbelangrijkste vraag. Ja. Ja. Ja, ik denk dat in wezen een sleutel is het afleggen van de zelfzucht. Werkelijk het ruimte maken voor die ander in ons, hè, voor dat zielenbeginsel in ons en daardoor het leven heen, ja, dat trouw blijven, waardoor dat ook kan groeien en eigenlijk dat daarin ook in wezen dat hele proces van voorbereiding, van toebereiding, hè, van die zielengestalte kan plaatsvinden, totdat dat als het ware, net zoals met dat beeld van dat pentagram, of ook wel een pentagon wordt het soms genoemd, totdat die ziel als het ware als een mantel van liefde, hè, die mens omkleedt en de geest, want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om de ziel, maar gaat het eigenlijk om die volheid van de geest, die kan de mens raken en in beweging brengen in dat geestelijke beginsel dat in iedere mens aanwezig is, maar hij kan zich volkomen meedelen en uitstorten in die gereinigde zielengestalte. Ja. En ja, dat is eigenlijk een weg van stap tot stap, waarin eigenlijk eerst die zielenwaarden worden ontwikkeld van... Nou, er gebeuren eigenlijk meerdere dingen. Hè? Ja. Eerst het gaat uit van het verlangen dat je hebt om te begrijpen hoe je als mens in elkaar zit. Dat verlangen, dat laat je zien hoe je in elkaar zit. Het laat je zien dat je daar neutraal in moet worden. Dus dat je die zelfzucht, alles op jezelf gericht moet laten varen. Ja. Waarna eindelijk een, zeg maar, een geestelijke ontwikkeling, een geestelijke scholing, als het ware, zeker bij de Qataren, kon beginnen aan de hand van de overgeleverde teksten, de evangelie die ze hadden en meerdere geschriften die dus kregen onderricht in niet alleen in zeg maar de geestelijke aspecten, maar ook in de natuur. Ja. Hè, dat, en ja, zo rijpte, en in de kosmos, ja, en zo rijpte dan je inzicht totdat je dat moment dat het werkelijke zielenbewustzijn doorbrak. Hè? En dat is de weg van de Qatar geweest. Ja. Mag ik daarop aanvullen? Dat proces, dat kan individueel verlopen. Maar heel belangrijk bij dat proces is, dat was ook bij de Qataren. Hè? Die waren nooit solistisch bezig. Nee. Ze waren altijd met z'n tweeën of met meerdere. En dat is ook bij geestelijke processen zoals we ze nu meemaken, dat het enorm stimulerend kan zijn dat je die kunt delen, je ervaringen, met anderen, bij anderen kan toetsen. En dat bijna van levensbelang is om het pad te gaan. Bij wijze van spreken, je kunt het meer van Galilea overzwemmen in je eentje, maar je kunt ook de veerboot nemen. En dan zou ik zeggen, neem de veerboot. Ja, met ook daardoor, hè, door In een samenhang en in een uitwisseling te blijven staan, ook nooit tot een kristallisatie te kunnen komen. Ja. Want in je eentje is het makkelijk, denk je. Hè? Maar je verzandt helemaal in je eigen beelden. Ja, je moet elkaar. Ja. En samen houd je elkaar scherp. Mooi. Dank jullie wel namens alle luisteraars en kijkers. En misschien is het dan nu tijd om af te ronden. Nou, ik denk dat het van belang is voor diegenen die niet aan bod zijn gekomen of naar hun gevoelen een onvolledig antwoord hebben gekregen, en dat ze hun vraag nog eens een keer via de website of een ander medium van het Rozenkruis kunnen stellen. Dan staan wij ter beschikking. Ja. Zeker. Mooi, dankjewel. Jolanda, ik ga niks zeggen over hoe het verder gaat. Hè? Ik kan alleen maar afsluiten. Dat klopt toch? Hè?
Ja, jij gaat afsluiten. En misschien is het nog goed om te zeggen wanneer het volgende webinar is. Ja, dat komt in beeld. Dat komt hierna in beeld, ja. Oké, ik heb een stukje gekozen uit het boek van Rut Wolf, De Wieken van de Leeuwerik. Dat is eigenlijk in romanvorm een vertelling van een troubadour die Bernard de Ventadour heette. En daar komen dus veel van zijn gedachten, zijn zangen, of hoe moet je zeggen, zijn liederen aan bod. En ik heb een klein stukje gekozen daarvan. Even goed kijken hoor. Het is geen wonder als met mij geen zanger zich ooit meten kan. Geen uur ben ik van liefde vrij. Voor altijd sta ik in haar ban. Mijn lijf, mijn hart, mijn ziel, mijn zin. Dit alles neemt de liefde in. En overheersend is de macht van dit gevoel. Zo vlijmend zacht. Als mijn hart doodgaat, zult u nog leven, o liefde, die slaapt in de grond van mijn hart. En uit uw liefde wordt een nieuw hart geheven. Een nieuw hart voor mij, uit wereldse smart en neergedaald uit hemelse dreven. Dank jullie wel allemaal.